Welkom bij een nieuwe oefening van Excel. We gaan een aantal zaken leren, namelijk we gaan leren onderaan hier tabbladen te maken. We gaan leren ook om een grafiek te maken. Belangrijk is ook dat we gaan leren om de formules deze keer weg te steken. We gaan ook met deelformules leren werken. En zorgen dat de klant eigenlijk gewoon ook niks meer ziet van hoe dat wij alles gedaan hebben. Dus de klant krijgt eigenlijk alleen nog enkel maar... Ik krijg nog enkel hier te zien wat dat hij invult en wat het eindresultaat is en een grafiek van heel de situatie. Je maakt eerst die volledige layout hier aan. De volledige layout gebeurt dus met een samenvoegen van cellen dat je uiteraard al kent. Je weet ook hoe dat je dit moet invullen, volledig in het geel. Hier, voilà. Dan heb je ook nog hoe dat je de letters in het rood moet zetten. Dat staat hiernaast. En de letters een klein beetje vergroten, dat kan je hier kiezen. Ik heb intussen ook al in het geel de vakjes gezet die moeten berekend worden, dus ik zal zeker bij het controleren kijken of dat dit berekend werd en niet zomaar een getalletje ingevuld werd. Dus van het ogenblik dat ik hier iets heb veranderd, moet ik zeker hier wijzigingen inzien die uiteraard correct zijn. Je maakt die complete layout. Je weet wel, een celletje omranden gebeurt met rechtsklikken, en met de celeigenschappen daar de rand aanduiden, dan vraag je hier rand en dan gaat hij dat voor jou maken. Als je dan hier aan dat klein knopje trekt tot aan beneden, dan heb je direct alle omrandingen van alle cellen klaar. Dit is gemakkelijk, doe je ook hier en dan ga je in no time heel je layout klaar hebben. Dan komen we aan het stukje berekenen. Dat is als het ware een kladblaadje. Een kladblaadje dus dat de klant niet zal te zien krijgen. Dat gaan we gewoon voor onszelf houden, hoe dat we dat allemaal doen. En ik wil hier eigenlijk de jaarlijkse kosten gaan uitrekenen. Ik wil kwartaalkosten weten, maandelijkse kosten en dergelijke meer. Nu, hoe gaan we zoiets doen? We gaan dit namelijk doen op basis van... Op basis van de berekeningen hier van de gegevens van het eerste blad. Dus wat dat we nemen is eerst alle kosten op maandbasis. Daarvoor moeten we eventjes hiernaast ook de woordelijke waarden gaan nemen, zodanig dat we weten over wat we het hier eigenlijk allemaal hebben. Dus we nemen de woordjes hier huur en afbetaling woonst. En we gaan daarvoor ook tot aan het einde hier, gaan we hoofdlettertoets ingedrukt. Zo. En dan gaan we die kopiëren. Rechtsklikken. Kopiëren en we brengen die over naar berekening via tabblad berekeningen en plakken. Voilà, nu weten we tenminste over wat het straks allemaal gaat. We beginnen hier met de eerste, namelijk huur en afbetaling woonst. Dit is een maandelijkse kost. Goed, dit is een maandelijkse kost. We nemen die eerste drie maandelijkse kosten al gelijk mee. Dus drukt op Ctrl, zo. Je houdt die ingedrukt, je neemt alleen de maandelijkse kosten. Voilà, ik heb er hopelijk geen overgeslagen. Je klikt op rechts, je zegt kopiëren. We gaan hiernaast gaan staan bij berekeningen en we vragen hier om te plakken. Dat heeft hij niet goed gedaan. Dus delete. Dan gaan we het heel eenvoudig moeten houden. We gaan gewoon letterlijk die getallen halen. Is gelijk aan. En we halen het getal eruit. Hier. Enter. Nu, als we geluk hebben. Hij neemt inderdaad die 91 ook mee. En die 76 is ook nog zo'n getal. Maar water was een kwartaalgetal, dus dat gaan we niet nemen. Dan hebben we hier niks niet meer, tot aan hier, tot aan brandstofauto. We klikken op die van brandstofauto. Goed, we zijn hier, brandstofauto, hier, is gelijk aan en we nemen brandstofauto. Drukt op enter en dat staat hier. Nu, voeding drank was ook op maandbasis. Voilà, en dan neemt hij hem erbij. Dus die hebben we al. Goed. Water was een kwartaalbedrag, dus moeten we letterlijk gaan halen. Is gelijk aan. We gaan hiernaast gaan kijken. Waar staat er kwartaal? Hier. En we nemen die eruit. Dan gaan we hier ook even nog moeten kijken. Welke is er nog een kwartaalbedrag? Autoverzekering wordt per kwartaal gerekend. En de familiale ook.
Dus, we kijken hier waar staat autoverzekering. Is gelijk aan. En we gaan dat getal hier gaan plukken. Zo. En we kunnen ook die van eronder meepakken. Voilà. De andere getallen gaan waarschijnlijk allemaal jaarlijkse kosten zijn. Dus nu wordt het heel gemakkelijk en kunnen we dat ook vrij snel gaan doen. Is gelijk aan. En we zoeken bij de brandverzekering hier. Zoeken wij welk bedrag dat is. En dat is maandelijks. Dan nemen we hem gewoon mee. Moeten we niet meer doen. Voilà. We gaan die gewoon meenemen. Ja. Dan komen we hier bij mutualiteit. Nog een keer controleren. Mutualiteit is inderdaad een jaarlijks bedrag. Oké. Dus mutualiteit is gelijk aan een jaarlijks bedrag van 84 euro. En we mogen hier alles slepen tot aan gemeentebelasting. Dan komen we hier terecht. Onroerende voorheffing is ook een jaarlijks bedrag. Is gelijk aan. We komen naar hier. We zoeken hem op. 500 euro. En we pikken hem mee naar het andere tabblad. En eventjes aantrekken. En ze staan er allemaal in. Voilà, we hebben alle berekeningen overgebracht. Goed. Dan is het nu de bedoeling dat we die allemaal naar een maandbasis gaan omrekenen. We willen dus weten wat kost eigenlijk alles individueel op maandbasis. Goed, we doen dat hier. We gaan hier een berekening maken op maandbasis. Wel, huur was per maand. Dus dit wordt heel gemakkelijk. Is gelijk aan 900. Elektriciteit was op maandbasis. Is gemakkelijk. Is gelijk aan 1,9. Gas is ook normaal maandelijks. Dus die nemen we maar mee. Mocht die klant dat invullen, dan nemen we dat gewoon mee. Internet, televisie is ook op maandbasis. Voilà, is gelijk aan 76. Dan komen we aan water, dat is op kwartaalbasis. Kwartaalbasis betekent 3 maanden, dus dan moeten we delen door 3. Dus hier is gelijk aan dit gedeeld door 3. Brandverzekering is op jaarbasis. En nu hebben we er een hele pak die op jaarbasis zijn. Dat komt ongeveer, denk ik, tot hier. Ik zal even gaan loeren. Dus we hebben er een hele pak tot aan autoverzekering. Hebben ze allemaal op jaarbasis. Dus wat doen we nu? Brandverzekering nemen we dus op jaarbasis. Op jaarbasis is dus 12 maanden. Goed, 12 maanden is gelijk aan dit bedrag gedeeld door 12. Zo, toch nog een keer controleren of ik niet gemist ben. Is brandverzekering wel degelijk op jaarbasis? Brandverzekering is maandelijkse basis. Dat is niet goed. Dat moeten we terug corrigeren. Is gelijk aan 75 op maandbasis. Dus dan komt aan de mutualiteit. Dit is nu wel op jaarbasis. Is gelijk aan 84 gedeeld door 12. Voilà, is op jaarbasis. Je weet dat we de computer liefst zoveel mogelijk laten werken. Dus gaan we tot aan autoverzekering alle berekeningen in één keer laten doen. Dat is gemakkelijk. Autoverzekering is op kwartaalbasis, dus dat betekent kwartaal is 3 maanden. Is gelijk aan die 100 euro gedeeld door 3 maanden is dit per maand. Familiale, eventjes kijken, is dat per kwartaal of wordt dat gerekend? Ja, wordt per kwartaal gerekend. Is dus 88 euro, dus is gelijk aan 88 gedeeld door 3. Voilà. Onderhoudende voorheffing is op jaarbasis. Is gelijk aan 500 gedeeld door 12 maanden. Schuldsaldoverrekening is op jaarbasis. Veel te groot bedrag trouwens. Is gelijk aan 300 gedeeld door 12. En dan komen we nog aan brandstof van de auto. Was op maandbasis. Dus dat mag gewoon overgenomen worden. Zo. En gezien dat de volgende ook mag overgenomen worden, kunnen we hier gewoon even slepen. Zo. Nu hebben we alle kosten hier staan. Die allemaal op maandbasis zijn. En om dit zeker te houden dat jullie weten dat er hier berekeningen in zitten, zal ik die allemaal in het heel zetten. Dat je weet dat er berekeningen in zitten. Goed. Van hieruit kunnen we ook een berekening gaan maken naar de jaarlijkse kosten. We willen weten wat de jaarlijkse kosten zijn in dit verhaal. Wel, goed. Jaarlijkse kosten
En nu gaan we met deelformules moeten werken. Of tenminste, we gaan moeten eerst gaan kijken waar dat we die data gaan halen. Is gelijk aan, en we gaan naar het andere tabblad, het titelblad. We gaan kijken welke kosten worden op jaarbasis afgerekend. Nu, op jaarbasis wordt die kost afgerekend. Je houdt de controltoets, CTRL ingedrukt. En je klikt ieder jaarlijkse kost aan. En drukt op enter. Ik heb waarschijnlijk iets vergeten. Dus mag ik even kijken wat er gebeurd is. Ja, ik heb vergeten te melden dat ik daar een som wil van hebben. En dan gaat hij daar uiteraard niks mee doen. Dus ik doe het opnieuw. S gelijk aan. Nu deze keer som. We gaan naar hier. We nemen ieder jaarlijkse kost. En dat begint vanaf hier. CTRL ingedrukt houden. Voilà. En op enter duwen. Dan maakt u daar uw jaarlijkse kost. Van al die kwartaalkosten wil ik het ook weten. Dus hier is gelijk aan de som maken van ieder kwartaalkost. We hebben er 3 die in een kwartaal zitten. Hier hebben we eentje. We hebben er hier eentje en hier eentje zitten die in een kwartaal zit. En dat doen we met de controltoets. Op enter drukken. De maandelijkse kosten zijn de kosten die iedere maand terugkeren. Is gelijk aan de som van de maandelijkse kosten. En dan zetten we hier maandelijks, ook hier maandelijks, met de controltoets ingedrukt, maandelijks, maandelijks. En op enter. Voilà. We hebben nu een opdeling van de kosten gemaakt. Nu willen we een totale kost op jaarbasis weten, en we willen dus weten van hoeveel kost eigenlijk een compleet jaar. Daarvoor gaan we moeten deelformules gebruiken. We gaan dat even leren, dat is met tussenhaakjes werken, zodat de computer tussenberekeningen maakt. Totale kost op jaarbasis. Wat is de totale kost op jaarbasis? Dat is gelijk aan eerste kosten op jaarbasis dat we al hebben. Die hebben we al. Plus. En nu komt het. Gaan we een deelformuletje maken, een deelberekening maken. Haakjes open. En we willen nu weten van de kwartaalkosten hoeveel dat die eigenlijk op jaarbasis zijn. Wel, een kwartaal is 3 maanden. We hebben in totaal 12 maanden. Dus er zijn 4 kwartalen op een jaar. Dus moeten we dit getal maal 4 doen. 4 kwartalen op een jaar. En het is een deelberekening, dus we sluiten de haakjes. Dus de computer gaat nu eerst dit rekenen, die tussen de haakjes staat. Maar je moet nog wat meenemen. Je moet ook nog de maandelijkse kosten erbij pakken. Er zijn 12 maanden in een jaar. Dus plus, weer een deelberekening, haakjes open. Neem de maandelijkse kost. We doen die maal 12. Want het zijn 12 maanden en daar hebben we ook dan een jaarberekening van gemaakt en tussenhaakjes. Dus wat doet de computer nu? Hij maakt eerst uw maandelijkse kosten dat hij maal 12 doet. Dan weet hij hoeveel dat op een jaar is. Hij pakt uw kwartaal en doet dat maal 4. Hij weet ook hoeveel dat dan op een jaar is. En dan doet hij nog een keer de jaarkost erbij dat hij al weet. En dan kom je in een totaliteit uit van 21.795 euro op totale basis over een heel jaar gerekend. Goed, dan kunnen we dat nu omzetten naar een maandkost. Een maandkost is een jaar gedeeld door 12. Dus we willen weten wat kost alles nu eigenlijk per maand. Je weet hoeveel hij verdient, dus weet je dan ook hoeveel hij kan uitgeven. Is gelijk aan de jaarlijkse kost gedeeld door 12. Wil je het ook nog een keer weten per week? Wel, dan doe je is gelijk aan de jaarkost gedeeld door, er zijn 52 weken. En dan weet je het ook per week. Nu gaan we deze kosten hier, die gaan we overbrengen. Dus we hebben die allemaal berekeningen gedaan. Je weet dat je ziet dat er allemaal niet zo netjes uitziet. Dat hoeft ook helemaal niet, want dat gaat de gebruiker toch niet zien. Je brengt dit over naar het titelblad. Dus in het titelblad staat hier ook jaarlijkse kost. Voilà. Is gelijk aan. Ik neem het eventjes weg voor jullie, zodat ik het opnieuw moet zetten. Is gelijk aan. En je vraagt om nu in het tabblad berekenen hier de jaarlijkse kost te nemen. En vanaf nu maakt hij die berekening. Dus hij gaat die gegevens gaan halen op uw ander tabblad van je berekening. We gaan nog een stapje verder. We gaan een grafiek maken. Een grafiek, dat moeten we invoegen, hier met invoegen. En we gaan van eerst de mooiste grafiek nemen, namelijk de 3D-versie. De 3D-versie, we geven die direct ook veel ruimte. Want dat zal nodig zijn, maar redelijk veel gegevens. Nu kun je rechtsklikken en vragen om gegevens te selecteren. Je kan dat ook bij Office soms gewoon rechtstreeks hier.
En hij vraagt, waar moet ik mijn gegevens gaan halen? Wel, we gaan hem dat leren. We gaan hier beginnen met te zeggen waar dat die gegevens vandaan komen. We gaan daar berekenen. En we zeggen dat de gegevens op maandbasis komen van hier. Eerste cel aanduiden dat we berekenen op maandbasis. En de laatste cel aanduiden dat we berekenen op maandbasis. En hij moet die vandaar gaan halen. Ja. Zo. En dan berekent hij onmiddellijk hoe dat uw grafiek er moet uitzien. Nu, dat is eigenlijk nog niet zo overzichtelijk, want er staat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tot aan 19. Niet interessant, dus we vragen ook om gegevens te selecteren. En hier die 1, 2, 3, 4, bewerk dat maar eens. Je vraagt bewerken. En waar moet hij dat gaan halen? Wel, hij moet dat hier gaan halen. Dat zijn eigenlijk de namen die erbij horen te staan. Dus huur, afbetaling, woonst tot aan voeding, drank met de hoofdlettertoets ingedrukt. Kun je dat allemaal in één keer aanduiden. Hij drukt op oké. En nu gaat hij voor jou wanneer ik de juiste legenda erbij zetten, zodat hij weet van waar dat die grafiek komt. Trouwens, als je ook op die grafiek, als je hem afwerkt, hier ook op oké te drukken, en je gaat op die grafiek gaan staan, gaat hij ook tonen van waar dat al die data eigenlijk komt. Kun je er nog een titeltje in plaatsen? We gaan terug naar invoegen. Tekstvakje. Voilà. Dan zeg je grafiek overzicht maandelijkse kosten. Wil je dat wat groter plaatsen? Dat kennen we intussen al heel de trucendoos. Hier een klein beetje groter. We gaan dat een beetje verplaatsen. Voilà. Eventueel in een ander kleurtje steken. Dat dat wel mooi is. Zo, en dan hebben we nog een grafiek gemaakt ook. En dan komen we aan het laatste punt, namelijk het punt dat ik daar juist zei van we gaan zorgen dat de gebruiker dat allemaal niet ziet. Dus hij moet al die berekeningen en allemaal niet zien. We gaan naar je tabblad berekenen, klikt rechts erop en je vraagt nu om het tabblad te verbergen. Voilà, je ziet het tabblad is verdwenen, dus vanaf nu springt hij gewoon van hier rechtstreeks naar daar. Je kunt dat eventueel eens testen, maak daar eens 9000 van. En dan moet de berekening onderaan. Natuurlijk wil hij dat niet meer doen. Kijk, voilà, het is al veel te groot geworden. Hij zegt van, ik kan dat hier niet meer berekenen, dus we gaan maar toch een beetje minder nemen. We gaan iets van 6000 nemen. Voilà, nu wil hij dat wel nog doen. En als je dit doet, moet hij ook de grafiek aangepast hebben. Voilà, je ziet dat de grafiek ook spectaculair veranderd is. Dat je zegt van, ja maar ja, kijk, uw huur en afbetaling per maand is eigenlijk gigantisch veel te veel. Komen we terug, plaatsen we dat terug op 600. Dan moet hij die berekening weer maken. Dan moet je grafiek terug weer normaal staan. Zo, proficiat, je bent klaar in elk geval. Vergeet niet van de oefening te uploaden naar de uploadzone. Want zoals je weet, zal ik die anders helemaal niet verbeteren. En heb je ook geen punten. Alvast bedankt voor die oefening te maken. Ik denk dat je veel, of hoop tenminste dat je veel bijgeleerd hebt. En we gaan dan verder naar de volgende oefening.